Het is wat. En het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Het is een prachtige dag. Heerlijke temperatuur. Niet zo benauwd. We zijn begonnen. Oh, ja, dat is ook goed. Ja. Dat is een goede goal van de Van der Ries, hè? Ja. Alexander Kloof, hè? Ja, dat is een hele knappe goal. Mitjeu ziet daar Svensson vertrekken. Ja, dit zijn bekende balletjes van de doel. Goeie bal. Dit dan? Goeie bal. Oh, oh wat doe je? Net kort nu dan. Oh, dat is zonde. En nog een keer. Idrissi loopt tegen Aguilar. Ja, Idrissi. Dit is toch een beetje aanvallende stootkracht van AZ. Badiachil, de linker centrale verdediger. Of Aguilar, de rechtsback, die goed door was gelopen. In combinatie met Tchouaméni. En... eenvoudig voor Bizot. Poging van Martens, Portugees, die dus net terug is van maandenlange blessure leidt. En de vlag staat centraal voorin. Svensson. Maar geblokt door Badiachil. Aguilar, daar de kopkans voor Tchouaméni. Maar die komt hem recht in de handen van Bizot. Chatli met de voorzitter Colovin. Bizot en dan Ben Yedder. Ben Yedder met de tweede voor Nathan. Waar iedereen denkt dat het buitenspel is. Het schot van Golovin Bizot die hem weet te pareren. Maar voor de voeten van de man die onzichtbaar was. Maar dat is een echte spits. Kenzo gaat bij. De eerste bal. Reinders daar de mogelijkheid. Dit moet af worden gemaakt. Ja, en hij scoort. De vlag is wel omhoog. Maar Kevin Putz lijkt zich... had zijn notitieboekje al eruit, maar toch niet. Koopmeiners in ene. Nou, Leconte wordt tot een redding gedwongen. Goede vrije trap van Koopmeiners. En dan is de laatste kans verkeken. En verliest AZ dit vijfde oefenduel van de grootmacht in Frankrijk.